Welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. In de VS loopt het cijferseizoen al aardig op de laatste benen. Saai is het echter niet. Dit keer was het Federal Reserve Bank topman Jerome Powell... die de markt onder druk zette met een speech. Daarin gaf hij aan dat het beleidscomité van de centrale bank... nog niet overtuigd is dat de rente niet meer verhoogd hoeft te worden. En daarop liep de tienjaarsrente weer wat op... en daalden de verschillende indices rond de 0,8%. Goud en olie lijken wat te bodemen na de recente forse prijsdalingen. En Tesla was bij de bekende namen de grote verliezer met 5,5%. De concurrentie in China neemt fors toe en zelfs nieuwkomer li Auto verkoopt al meer voertuigen. Deze leverancier van SUV's heeft als standaard feature een generator op benzine voor een extra lang rijbereik. En ook in Azië was de stemming gedrukt en gaven de Indische treinprijs met als grootste uitschieter de Hang Seng met min 1,5%. En de grootste chipproducent van China, SMIC, zag de winst met 80% dalen, vooral de grote voorraden drukken op de resultaten. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een iets lagere opening. Adyen was gisteren de grote smaakmaker op de beurs met een 38% opmars na de lang verwachte trading-update. Het aandeel trok daarmee ook de AIX-index fors hoger. Een APRAM had al gewaarschuwd dat de extreem lage staalprijzen pijn deden en duikt in de rode cijfers. Op een dik 8% lagere omzet van 1,5 miljard euro resteerde een operationele winst van slechts 18 miljoen. Netto verloor het roestvast staalbedrijf 42 miljoen. En ondertussen is de schuld ook verder opgelopen van 461 naar 646 miljoen. Voor de rest van het jaar verwacht men een lichte verbetering. Een positief voor zowel Abram als ArcelorMittal is dat de analisten van Goldman een tekort aan ijzererts signaleren en dat kan duiden op hogere prijzen voor de rest van het jaar. IMCD zag de omzet over de eerste negen maanden licht dalen ten opzichte van 2022 en dat gold ook voor de operationele winst en bruto marges. Hoewel vooral het tweede en derde kwartaal lastig waren, ziet men enige verbetering voor het vierde kwartaal. Toch geeft men geen outlook af. De netto winst daalde uiteindelijk met 16% tot 214 miljoen. De agenda is vandaag redelijk leeg. We hebben alleen consumentenvertrouwen uit de VS. Bij de analisten zet Deutsche Bank Adjen op kopen, koersdoel 1325. Goldman zet Airbus op kopen, koersdoel 147. De bank is wat voorzichtiger, zet Airbus op houden, koersdoel 119. Maar Berenberg zet Airbus op verkopen met een koersdoel van 100 euro. En maandag is er weer een Markets Update van BNP Paribas.